Goedemorgen. Ik dacht, ik ga het even rustig aan doen. Vorige week had ik echt zo'n schreeuw. Goedemorgen. En ik kan me voorstellen dat het even schrikken is als je deze vlog net aanzet. Maar goed, vandaag ga ik iets superleuks doen. Namelijk een receptvideo filmen met Sunny. En een beetje kletsen en zo. Gewoon super, super gezellig. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb vannacht niet heel veel geslapen. Ik denk dat ik pas om 3:30 of 4:00 in slaap viel. Er kwam gewoon dat ik zo aan het stuiteren was. Na mijn, ja, soort marathon kletsessie met Francis. Ik vind het zo bijzonder wanneer je iemand tegenkomt waar je zo'n instant klik mee hebt. En die je meteen begrijpt wat je zegt. En waar je gewoon veilig voelt om dingen te vertellen. Ah, het was gewoon amazing. Maar toen ik thuis kwam was ik nog steeds helemaal van, oh my god, het was echt zo gezellig en zo leuk. En ik heb bijna niet geslapen. Nou, Francis ook niet. Dus ik ga vandaag gewoon heel veel kattenblaadjes sturen. Ik zou vandaag naar Loes gaan, maar ik kan gewoon niet. Ik ben echt dood. En zeker ook als ik een dutje heb gedaan. Maar dan nog steeds moet ik toch editen. Want dit weekend willen Stefan en ik naar Mysteryland. Oké, ik klets te veel. We gaan eerst even boodschappen doen. Want ik moet nog wel ingrediënten hebben om te koken met Sunny. Heb je selfies gemaakt of zo? Nee, je hebt zelf natuurlijk gehoord. Nou, wat heb je gedaan? Jufie! Sunny is er! Hallo! Hallo! En Sunny is video aan het uploaden en ik heb me al helemaal opgemaakt. En blijkbaar op haar camera, ik zal hem even, ja, zie je dit dus heel erg. Zie je dat beetje echt zo, van jou niet? Nee, valt wel mee. Kijk. Ook raar. Ja, ik denk dat ik... Maar ja, mijn kut is wel echt weet zo je, mooi. Weet je waar ik al is in het echt, serieus, no jokes, is het echt gewoon net zo mooi als op camera. Dat, ja, ik vind dat best wel een gift. Oh, nee, echt. Go Sunny. Maar ik hoor ook wel eens, oh, je bent in het echt wel lelijker. Echt niet, nee, sorry. Nee, je bent echt, ja. Nee, je bent net zo knap in het echt als Sunny. Oh, nou bedankt. Ja, go knap Sunny. We gaan een leuk video maken. Ja, voor haar kanaal en voor mijn kanaal. Ja. Wow, check wat Sunny en ik hebben gemaakt. We kunnen echt niet wachten om te proeven. En... we hebben de keuken laten ontploffen. Ja, nou dat zie je binnenkort. Ja. Nee, dat zie je vanmiddag. Dat zie je vanmiddag om 4:00 op mijn kanaal. Op Sunny's kanaal. Een beetje mis op een gegeven moment. Ja, klein beetje. De hele boel stond hier blauw, maar ja, super leuk om te zien. En het ziet er wel echt heel lekker uit. Ik word hier heel gelukkig van. Ja. Voor mijn kanaal hebben Sunny en ik een do-it-yourself opgenomen. Kijk, dit ziet er super vet uit. Dit is ui. Ja, weet je, we dachten we proberen gewoon eens iets nieuws. En ja, dan ja, krijg je gewoon ui op je broek en zo. Ja. Kijk maar. Maak de pan heel heet, gooi die ui erin, veel water en olie, laat het een beetje exploderen. Je hele keuken exploderen en dan krijg je deze super vette mooie plekken, witte... velletjes. Vergeet de uien schurft op je voet niet. Godverdomme. Oh my god, het is echt geweldig. Ja, er is een keuken ontploft in Sunny's video, dus echt superleuk. Moet je vanmiddag even kijken. Sunny gaat er vandoor. Doei. Tot morgen, ja. Wauw, dit was echt zo gezellig. Ik heb echt... keihard gelachen. En gelukkig zie ik Sunny morgen weer. Maar nu is het tijd voor een dutje. Yeah! Oh my god, het aanrechtblad glimt weer. En jij hebt uw ogen. Ja, Nadine is hier. Ja, you're busted. Je bent busted. Ja, ze wil niet op camera. Maar ze kon het weer niet laten. Ze heeft het blad lopen schoonmaken. Het eerste wat ze deed hier in de kamer. Kom, ik pak een doekje. Thank you, Nadine. Nadine is weer weg en ik heb even wat zitten editen. Hi, dit is even opgenomen op een andere dag. Want er ging iets helemaal mis met de audio die ik had gebruikt bij de uitleg voor het volgende stukje. Ik heb namelijk naar aanleiding van de vlog met Shannon, weet je wel, waarin we de Sebutrol pads uitproberen en de retinol, heb ik contact gehad met degene die verantwoordelijk is voor de Dr. Obagi producten in Nederland. Weet je, jullie waren gewoon heel nieuwsgierig daarover, dus eigenlijk wilde ik zelf ook meer informatie. Ik heb contact met hen gehad en begrepen dat de Sebutrol pads, dat je die alleen onder begeleiding kan gebruiken. Nu ga ik natuurlijk op reis, dus dat ging niet helemaal lukken. Maar ik heb wel een pakket gekregen van producten die je zonder begeleiding kan gebruiken. En dat is... even kijken, moet ik het goed zeggen? Zo Skin Health by Zijn Obagi. Dat is natuurlijk Dr. Obagi. En deze wilde ik even voor je uitproberen. Dus dit is wat ik heb gekregen. Ik heb hele instructies gehad over
ja, in welke volgorde je de producten moet gebruiken. Welke in de ochtend, welke in de avond. Mega, mega professioneel. Ik was zo blij met alle informatie. Ik heb altijd al hele goede verhalen gehoord over de Dr. Obaitje producten. Maar het is denk ik een beetje een geheimpje of zo. Dit is de Overnight Recovery Cream Anti-Aging Formula. Oh ja, ik kreeg ook nog op basis van mijn video's, super vet, kreeg ik de analyse dat ik een vette huid heb. Dan weet ik dat ook weer. Nou zal het voor jullie misschien geen verrassing zijn, aangezien ik heel vaak klim in mijn video's. Maar goed, weet je, zo heeft iedereen zijn ding. En dit is het Acne Prevention and Treatment Program. Essentials for Acne-Free Skin. Ja, vet. Zullen we dit even samen uitproberen? Gaan we doen. Het supervette van mijn contact met hen was dat ze eigenlijk al direct zeiden van, weet je, de bedoeling is dat je de producten ook gebruikt zoals het staat voorgeschreven. Dus niet pads doormidden gaat knippen of dat soort dingen. Omdat dan, ja, begrijp ik ook wel, omdat de werking dan heel anders wordt. Dus ik neem mijn woorden terug. Ik heb super uitgebreide instructies gehad over hoe je het gebruikt, welk stappenplan je volgt, wat in de ochtend, wat in de avond. Dus ik ga me daar heel streng aan houden. En dan zie je misschien, ja kijk, ik heb nu make-up op, maar wacht. 3, 2, 1, badkamer. Oké, dit zijn de drie producten die ik voor mijn avondroutine ga gebruiken. De Exfoliating Cleanser, Normal to Oily Skin. Dit zijn de TA pads, waarvan ik ook de hele pad ga gebruiken, niet de halve pad. En dit is het Growth Factor Serum. Deze moet ik om en om gebruiken met de Recovery Cream. Maar dan laat ik je dat morgen even zien. Oh my god, het voelt echt zo lekker aan. Het is echt alsof ik net bij een schoonheidsspecialist zat. Ik weet niet de consistentie van de face wash of van de exfoliating. Weet het? Exfoliating cleanser. Dat is zo fijn. Dit zeg ik oprecht niet omdat ik die product heb gekregen, anders zou ik gewoon niks zeggen. Maar het is echt veel chill. Het ruikt ook wel lekker. Het ruikt echt heel lekker. Ik gebruik trouwens altijd een nat handdoekje of een washandje om mijn gezicht schoon te maken 's avonds. De Kim K methode. Ik heb ergens wel eens in een boek gelezen dat wattenschijfjes, ik weet niet of het waar is hoor, maar dat wattenschijfjes zeg maar vezels op je huid afgeven als je het daarmee schoonmaakt, dat daarmee je poriën verstopt. Geen idee of het waar is, maar ik vind dit zoveel lekkerder. En dan lijkt het ook weer alsof je een beetje een schoonheidsspecialist bent. Oké. Ik denk dat ik heel even nog wat micellair water rondom mijn ogen ga gebruiken. Ik heb deze uit Frankrijk. Dit is gewoon micellair water, net als Biodermal en zo. Oké. Dit. TA pads. Er zitten pads in met. En dan. Ja, maar hoe gebruik je dit dan? Het is helemaal droog. Wacht, ik moet even bij mijn instructies gaan kijken. Oh, wacht. Je krijgt er nog zo'n oplossing bij. Die je hierbij moet gieten. Wacht, dat ga ik even doen. Even. Nou, de pet. Hele pet. Oké. En dan de Growth Factor Serum Plus Anti-Aging. Ja, ik heb dat ook echt nodig. Kan je anders zeggen. Oh, wacht. Dit joh. Oh, moet je checken, wacht. Wow, check dit. Ik druk dus hierop. Oké, dat is een beetje zonde, maar super vet mechanisme. I love this. Oh, het is echt van die dikke consistentie. I like that.
prikt een klein beetje, maar misschien komt dat door die pet die ik hiervoor heb gebruikt. Het voelt wel echt amazing aan. Gewoon een hele lekkere, dikke consistentie. Ik hou daarvan. Ik voel me echt alsof ik even bij de schoonheidsspecialist ben geweest. Het zijn zulke fijne producten. Weet je, voor de eerste keer dan let je gewoon op geur en consistentie en dat soort dingen. We gaan het zien. Ik vond dit al echt zo fijn. En ik ben heel blij dat het 's avonds niet heel veel stappen zijn ofzo. Want meestal als ik ga slapen, dan denk ik echt, ugh, make-up eraf, crème erop, klaar. En dat doe ik nu dus ook dus met die cleanser en dan die TE pads. En dan ja, of het Night Recovery Serum of de Growth Serum. Ja, top. Ik denk dat ik dat wel aan kan. Begint het nou te tintelen? Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar mijn huid voelt wel echt heel lekker gevoed aan. Even serieus, dit is echt heel bijzonder. Want ik lees heel vaak hotspot blogs en dingen over Amsterdam. Ik heb dit op geen enkele lijst nergens gezien. Misschien staat het in de toeristenboekjes of zo. Vanuit dat je hier toeristen ziet. Maar ja, nee, het is gewoon echt een geheimpje. Ik ga slapen. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer.